Hallo allemaal. Hebben jullie ook zo'n zin in het zaalseizoen? Maar hebben jullie bijvoorbeeld vragen over onze kamponghal, jullie wedstrijden of de scheidsrechters? Dat komt goed uit. Want in het zaalsjournaal komt er iedere week een item online die al jullie vragen beantwoordt. Ik hoop jullie te zien in de zaal. Kampong is overgegaan tot de aankoop van blaashallen, omdat er in de sporthallen geen ruimte was. We hebben heel erg geprobeerd iedereen in de zaal te krijgen, maar dat was eigenlijk wat onze grote vereniging niet mogelijk. Dus wij waren genoodzaakt om creatieve oplossingen te vinden voor dit probleem. En toen zijn wij als eerste in Nederland eigenlijk van start gegaan met het ontwikkelen van de blaashallen voor zaalhockey. Ons uitgangspunt toen we dit deden was zaalhockey betaald zaalhockey. Dus wij hebben met z'n allen betalen we voor de blaashal. En zodoende zijn we ook zelf eigenaar van de hallen. Dat betekent dat elk lid een stukje eigenaar is van deze hal. En in die zin moeten we er ook heel erg zuinig op zijn. Zaalhockey is voor Kampong belangrijk in de ontwikkeling, omdat je in een kleinere ruimte speelt. Het spel enorm sneller is dan op het veld. Moeten kinderen sneller beslissingen nemen. Dat betekent ook dat we in de techniek veel doen om te zorgen dat ze ook sneller tot de beslissingen kunnen komen. Kinderen bij Kampong gaan al op vroege leeftijd zaalhockeyen, vanaf de F2, op het moment dat ze 7 jaar oud zijn. Wij vinden dat dat namelijk een heel belangrijk onderdeel is van de opleiding als speler, om op die leeftijd al te starten.